Precies, wie weet. Welkom bij me thuis. Het is zover. Voor de eerste keer live vanuit mijn eigen huiskamer. Bijzondere gebeurtenis voor mezelf. Is voor mij een primeur. De eerste keer live op Facebook. Voor degenen die mij nog niet kennen. Ik ben Leon de Waal. Ik ben acteur bij Bedtime Stories. En ik ga vanaf nu elke vrijdagochtend om 11 uur een half uur live uitzenden. Dan heb ik een boordevol programma met verhalen, gedichten, liedjes en wie weet nog andere dingen. De eerste keer. Ik ben benieuwd of het allemaal goed gaat met techniek en zo. Dus hebben jullie op aanmerkingen, tips of tops? Laat het achter in de comments, dat kan namelijk. En dan kan ik daar voor de volgende week rekening mee houden. Goed. Ik hoop dat jullie er allemaal een beetje lekker bij zitten thuis. Neem er een lekker bakje koffie bij, iets lekkers erbij, een koekje of zo. En ik heb hier thuis ook zelf publiek. Namelijk Marije en Jonathan, die wonen hier ook. Hey, hallo, zijn we even hard, hallo. Hey, hallo. Hallo. Hartstikke gezellig hier. Wie er daar aan de andere kant zitten te kijken, weet ik niet. Ik ga het deze week met jullie hebben over de lente. Ja, het is natuurlijk volop losgebarsten buiten. Een tijdje. Maar vandaag is het weer extra prachtig zonnig. Ik kijk hier zo het raam uit en ik zie een knalblauwe lucht boven Amsterdam. Want daar zijn we, dames en heren. We zitten hier hartje Amsterdam. En als ik hier van de lente wil genieten, dan kan ik het park ingaan. Dan kan ik op de fiets stappen, de polder in rijden. Ik kan het ook hier op mijn eigen balkonnetje of in mijn achtertuin. En op het balkonnetje, daar komen regelmatig wat vogels voorbij. Nou, ik heb daar een mooi verhaal over gevonden. Het is namelijk een verhaal van Toon Hermans. En Toon Hermans die heeft een verhaal geschreven over vogels op zijn balkonnetje. En dat wil ik graag met jullie delen. Het verhaal heeft de titel Cheep Cheep is niet niks. Daar gaat het. De laatste tijd ben ik drukdoende gesprekken van vogels te analyseren. Een heidens werk, dat wel, maar het is ongelooflijk fascinerend. Het is begonnen met het voederen op het balkon. Omdat zich dit voederen elke ochtend op hetzelfde tijdstip herhaalde, waren het vrijwel dagelijks dezelfde beestjes die bij ons kwamen ontbijten. Na een poosje ga je ze herkennen. Daar hoef je geen vogelkenner voor te zijn. Er was er één bij die regelmatig tjiep riep. Precies zoals ik het hier neerschrijf. Tjiep. Eerst dacht ik dat het zomaar een geluidje was, maar later bleek ik dat het volslagen onzin is om zoiets te veronderstellen. Waarom zouden dieren of vogels een totaal nutteloos, nietszeggend geluid produceren? Daar zijn ze veel te clever voor. En al spoedig ontdekte ik dat tjiep niet zomaar tjiep was, maar dat het wel degelijk een betekenis had. Het bleek de naam te zijn voor een vriendje of vriendinnetje, dat kon ik zo gauw niet zien. Want na zijn tjiepgeroep verscheen telkens hetzelfde beestje op het balkon. Om gretig mee te pikken in de broodbrokjes die ik voor ze neergestrooid had. Na enkele weken begon ik ook, na hardnekkig beluisteren, te horen dat ze, als ze check-jek zeiden, bedoelde dat het lekker was. Check-jek. En zo heb ik ook vrij vertaald hele stukken conversatie kunnen ontleden. Bijvoorbeeld,
Annie, ga je mee de stad in? Is onder andere een zinnetje dat ik meermalen na het ontbijt heb kunnen opvangen. Een door mij uitgezette controlepost wist te vertellen dat Annie ook inderdaad enige tijd later in de stad was gesignaleerd. Ook heb ik vele geluidsopnamen van de mussen op ons balkon. Omdat de meeste mussen vlotte praters zijn, zijn er af en toe zinnetjes bij die mij ontgaan. Vooral als ze tijdens het ontbijt wel eens met volle mond spreken. Maar als ik dan naderhand de opname iets wat vertraagd afdraai, dan kom ik de meest frappante zin tegen. Er is er één bij, één van die mussen, die er wel eens een schuin mopje doorheen gooit. En hoewel ik niet van schuine moppen hou, ben ik het diertje zeer erkentelijk. Want hierdoor heb ik mogen ontdekken dat er in de vogelwereld heel wat wordt afgelachen. Het is een rijk gevoel iets van hun taal aan de weet te komen. Iets te leren verstaan van wat ze zeggen en bedoelen. Het vereist groot geduld en een aandachtig luisteren. En vooral dat laatste is een eigenschap met een hoge moeilijkheidsgraad. Want omdat wij zelf zo voortdurend aan het kwebbelen zijn, hebben wij het luisteren enigermate verleerd. Ook blijf ik hopen dat de vogels te zijner tijd iets van wat ik hun te zeggen heb zo verstaan. Maar ook dit zal niet eenvoudig zijn. Misschien lukt het mij wel eerder om ze aan het lachen te maken. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat Toon Hermans het eerder gelukt zou zijn om de vogels op het balkon aan het lachen te maken dan een gesprek met ze te voeren. Nou zei ik al, voordat ik het verhaal voor ging lezen, hier op ons balkon hebben we ook wel wat vogels. Maar er is er eentje die met regelmaat terugkeert. En dat is een duif. Wij hier thuis noemen haar Dikke Dolly. Ik weet eerlijk gezegd niet of het een mannetje of een vrouwtje is. Ik heb heel weinig verstand van vogels. Ik kan nog net een duif onderscheiden van een mus. Maar die Dikke Dolly, dat is helemaal niet zo'n prettig bezoek. Want we hebben wat plantenbakken. En wat gaat zij doen? Zij gaat met haar dikke lijf in die plantenbakken zitten woelen. En ja, ik denk zaadjes pikken, beestjes zoeken, ik weet het niet. Maar iedere keer is dat balkon een puinhoop. Nou hebben we al het een en ander geprobeerd. Bijvoorbeeld zo'n zwarte plastic vogel op het balkon gemonteerd. Dat trapte ze een tijdje in. Maar vanaf de overkant zat ze te kijken dat ding beweegt niet. Dus op een gegeven moment ging ze erop zitten zelfs. We hebben al geprobeerd met satéprikkertjes in de plantenbakken. Heeft ook maar kort geduurd. En ik vind het ook niet zo'n prettig idee eigenlijk. Uiteindelijk wat best lang gewerkt heeft, is het volgende. Ik heb samen met mijn zoon Jonathan, oh die staat hier, kom er eens even bij jongen. Die wil heel graag even mee laten zien. Wij hebben een soort van vogelschikker gemaakt. Wij houden ervan om te knutselen en dan maken we van oud speelgoed nieuwe dingen. Deze hebben we ertussen gezet en dat heeft wel een tijd gewerkt, hè Jonathan? Ja, die werkt het langste van alle dingen. Ja, maar inmiddels? Niet meer. Nee, komt Dikke Dolly gewoon op bezoek. Dus, nou heb ik voor jullie een vraag. Als jullie nou een goede tip hebben, een diervriendelijke tip, om een duif van het balkon te houden, zet het even in de comments. Hè? Wie weet kunnen wij iets mee, toch Jonathan? Ja, want alles wat op het balkon staat, ligt nu op de grond. Ja. Ga deze maar gauw zo meteen terug monteren tussen de plantenbakken, want anders is straks weer alles leeg. Ja. Dankjewel, man. Oké. Dan ga ik de gastoptreden van Jonathan, dames en heren. Mijn lieve zoon van 10. Ik ga even verder met een... Nee, geen gedicht, dat doe ik zo meteen. Ik ga eerst een lied voor jullie spelen en zingen. Dit lied heet Lente. Hoe toepasselijk, hè? Hoe komt die erop? Het is geen lied van mij, helaas. Het is een lied van Anouk, Haagse zangeres, kent u wellicht wel.
Daar gaat hij. Geel en groen, ik geef de warme zon een zoen en ik bloei. Ik voel me rijk, ik voel me vrij, ja daar ben je weer. Ik heb er zo lang op gewacht, het grijs maakte me bang. Dat is over, godzijdank, ja het duurde veel te lang. Het is hier zonder jou, zo kil en gauw, alles komt tot leven, lente, ik hou zoveel van jou. Op mijn fiets, chillend in de zon, ik voel de wind heel zacht door mijn haar. Ik wil dit voor nu en altijd, de avondzon danst in de lucht en voor al dit moois ben ik eeuwig dankbaar. We krijgen weer een uur erbij, ik zie meisjes paraderen. Jongens die van alles proberen om met hen te zijn. Voel de kou is weer voorbij, ja daar ben je weer. Ik heb zo lang op jou gewacht, het grijs maakte me bang. Maar dat is over, godzijdank, ja het duurde veel te lang. Er is hier zonder jou, zo kil en gauw, alles komt tot leven, lente, ik hou zoveel van jou. Ik hou van jou, kom mee. Dames en heren. En zo. Ja, het is natuurlijk een beetje een rare situatie nu. Dat is misschien wel de zin die de afgelopen week het vaakst wordt uitgesproken door de mensen. Maar het is natuurlijk wel zo. Lente is buiten heerlijk. Wij gaan af en toe naar buiten, meestal op het balkonnetje. Dus ja, we proberen er in huis zoveel mogelijk lente van te maken. En in huis, lente in huis, dat doet mij ook vaak denken aan de grote schoonmaak. Jawel. Wij hier hebben nu ook, ik heb van de week latex gehaald, de keuken moet gewit worden. Maar vroeger deed mijn moeder dat altijd, de grote schoonmaak houden. En ik weet nog, dan kwam ik thuis van school achterom door de poort de tuin in. En we hadden zo'n poort die een beetje versleten was, dus die kraakte. En dan zag ik dat de keukenstoelen in de achtertuin op het grindtegelterras stonden. En dan rook ik
de geur van Glorix meestal. En dan had mijn moeder een van mijn tantes uitgenodigd en dan gingen ze samen lekker poetsen. Ja, ja. Nou, ik hoefde zelf gelukkig niet zo vaak mee te helpen, want mijn moeder en mijn tantes, dat zijn enorme poetsfanaten. Dus die konden dat ook veel beter dan ik. Annie M.G. Schmid heeft een gedicht geschreven over schoonmaken. Ze heeft er meerdere geschreven. En dit gaat niet over een letterlijke schoonmaak, maar meer over een figuurlijke schoonmaak. De schoonmaak in het hoofd, zoals je zou kunnen zeggen misschien. Ik ga het voorlezen, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Het gedicht heet Ordelijk. Mijn kast is opgeruimd. En nu nog even, dat had ik steeds verzuimd, mijn leven. Ik bind mijn kinderangsten tezamen met een strik. Ze kijken naar mijn handen met een vergeelde blik. En wat ligt daar in godsnaam? Een kluwetje oud zeer. Ik trek er even aan. Het is niet elastisch meer. Een paar el oud geloof. Dat wint ik om een klos. Voor het sterfbed, stel je voor. Dat lag daar zomaar los. En hier ligt mijn vertrouwen. Dat alles goed zal komen. Wel, wel. Ik dacht dat Stientje dat al had meegenomen. Dit werk is gauw gebeurd. En het is niet eens meer treurig. Gordijntjes voor de kast en het is zo keurig. Nu enkel nog mijn heimwee en mijn gevoel voor jou. Daar zijn geen laadjes voor. De wereld is te nauw. Ja, Annie M.G. Schmid. De wereld is te nauw. Voor mijn heimwee en mijn gevoel voor jou. Mooi, vind ik. Als je het ook mooi vindt, laat even een comment achter. Dan krijg ik ook een beetje door wat jullie smaak is. Hè? Kan ik daar wellicht ook rekening mee houden. Ik heb nog een heel leuk verhaal gevonden. Van Kees van Kooten. Ook een Hagenees, net als Anouk. Dan moet ik even mijn leesbril bij pakken. Want het zijn nogal kleine letters. En dit verhaal, ik moest eraan denken toen ik van de week op het journaal zag dat de Bollestreek zo druk bezocht was. Ja, dat mensen, auto's, fietsen, alles trok de Bollestreek in om naar die prachtig gekleurde velden te kijken. Nou, dat is een traditie die hier in Nederland al jarenlang is natuurlijk. En daar heeft Kees van Kooten een mooi verhaal over geschreven, hoe hij dat in zijn jeugd heeft ervaren. Naar de Bollen. Het moest een zondag in mei zijn en het gezin moest er vroeg voor opstaan. Eerst de kinderen. Die schoven hun gordijnen open, zagen dat het mooi weer was en controleerden in hun pyjamaatjes de temperatuur op het balkon. Dan gingen zij hun ouders wakker schudden, roepend dat het 7 uur was en al hartstikke warm. Vader en moeder wilden eerst nog even blijven liggen, maar beloofd was beloofd, dus een half uur later werd er ontbeten. De kinderen waren te opgewonden om te gaan zitten en aten hun boterham terwijl zij elkander rond de tafel achterna zaten. Er ging een thermosfles koffie mee en de regenjassen voor de zekerheid en een pleed om op te zitten. Kent u hem nog, de pleed? Ergens in de berm, als het tenminste zonnig zou blijven. 8:30 was het nu. Ze waren lekker vroeg, maar toch bij lange na de eerste niet. Op de Wassenaarse weg telden ze wel 20 auto's. Die gingen allemaal richting Sassenheim, Lisse en Hillegom. Naar de Bollen. Wie het eerste een bollenveld ziet, jongens, riep vader. Maar de kinderen waren veel meer gespitst op de slingers. En daar stonden ze. Dorpse jongens en meisjes naast tafeltjes vol met bloemenkransen.
Slingers, hier 2 gulden. Stond er gekalkt op borden waar kleine bollekwekerskinderen naast stonden, nog slaperig. Ze hadden er een stuk of 10 om en hielden er bovendien nog 2 of 3 gespreid in hun armen, zoals moeder de streng bijt hield, zodat oma die op een knot wol kon opbinden. Ze reden stapvoets om de slingers goed te kunnen keuren. Deze zijn nog veel te duur, vond vader. In Noordwijkerhout, daar wist hij goedkopere. Hier alle slingers 1 rijksdaalder, stond in Noordwijkerhout op de borden. Nu kwamen hun de eerste auto's tegemoet die al een slinger hadden. Sommige vaders hadden hem in een V op de motorkamp bevestigd. Bij Volkswagens kon dat goed. Andere automobilisten hadden hun trofee horizontaal voor op hun grill hangen. Ze reden weer terug naar Lisse. Aan de rand van het dorp, zei vader, daar hebben ze de voordeligste slingers. Hier alle slingers 3 gulden, lazen ze even later. Laten we die dan maar nemen, zei moeder. Anders blijven we maar rondrijden. En anders zijn ze op, riepen de kinderen bang. Dus stopte vader en mochten de kinderen er eentje uitzoeken. Bij een jongetje dat veel jonger was dan zij. Met 2 touwtjes bond vader de slinger voor op de neus van de vouwshal. Zo konden ze hem zelf niet zien, maar alle kale auto's die hun tegemoet reden en die nog moesten, zagen zodoende best des te beter dat zij al naar de bollen waren geweest. Het was pas 11 uur toen ze hun eigen straat weer inreden, waar al wat kinderen buiten speelden. Die helemaal niet verbaasd keken toen ze hun versierde auto zagen. Jaloers, dachten de kinderen, omdat hun vader geen auto heeft en zij lekker niet naar het bollenvelden kunnen. Maar toen ze koninklijk uitstapten en de slinger eraf wilden halen, ze hadden in de auto afgesproken hoe lang ze de slinger ieder om de beurten om hun hals mochten dragen de hele verdere dag, toen zagen ze dat de slinger er niet meer op zat. Vette pech, slinger onderweg, eraf gewaaid. Ja, zo gaat dat soms, hè. Naar de bollen. Van Kees van Kool. Hé, ik word in mijn wang geprikt door de vogelplant. Oh ja, als iemand weet hoe deze heet, deze bloem, zet het even in de comments. Want zowel van vogels als van bloemen en planten heb ik weinig verstand. Leert u me wat. Even kijken, hoe laat zijn we? Oh, de tijd gaat snel. Ik wilde nog even iets met jullie doen. Ja, want jullie zitten natuurlijk zo heerlijk te kijken nu. Maar ik zal jullie eens even aan het werk zetten. Want, ik zei het al, het is nu wat lastiger om de lente buiten te gaan genieten. Dus we gaan de lente naar binnen halen. Voor degene die wil... Ik heb er alvast eentje voorbereid. Ik heb hier een potje waarin ik keukenrol heb gedaan. Dat kan ook met watjes. En die bevochtig je dan. Die maak je nat met water. En daar stop je dan een gedroogde boon in. Ja, ik zal hem even wat dichterbij laten zien. Een gedroogde boon. En die zet je dan op een zonnig plekje. Ergens in je vensterbank of zo. En dan kijk je er elke dag even naar wat er gebeurt. Ik kan alvast een tip geven. Ik heb er wat meerdere bonen in gestopt. Dit is een kleine zwarte gedroogde boon. Maar je kunt ook gedroogde bruine bonen gebruiken. Gedroogde linzen. Het kan allemaal. Ik heb er wat meer in gestopt. Omdat ze niet altijd allemaal uitkomen. Dit is leuk om te doen. Want dan heb je lente in je huis. Dan zie je van dichtbij hoe de natuur werkt.
voor de mensen die van tekenen houden, zou je het volgende kunnen doen. Dan wordt het meer een soort wetenschappelijke benadering van het geheel. Je kunt dan bijvoorbeeld een vel pakken en dat in een aantal vakjes verdelen. Mijn zoon Jonathan heeft dit al gedaan. En dan kun je elke dag de boom even tekenen. En dan zie je zo de ontwikkeling van die boom door de week heen. Nou, als jullie dat nou doen, en je kunt er zelfs ook fotootjes van posten natuurlijk op de Bedtime Stories site. Dat zeg ik nu wel, volgens mij is dat zo. Dan kunnen we het er volgende week nog eens over hebben. Dan kunnen we vergelijken. En dan heb ik volgende week nog een verrassing wat we daar verder nog mee kunnen gaan doen. Ja? Jonathan wil nog iets zeggen. Wat is er, jongen? Nou, ik heb een tip voor als je, waardoor de boom sneller gaat uitkiemen. Dan moet je hem even een uurtje, het beste een dag, in een potje water zetten. Want dan komt die eerder uit en ja, dan kan je eerder leuk gaan kijken. Ja, de tip van Jonathan. Week de gedroogde boom eerst een nachtje in een bakje water. Voordat je hem in dit potje doet met watten en of keukenrol. Oké, dankjewel man. Maar dat moet jij ook nog doen zometeen, want anders duurt het. Ja, inderdaad. Inderdaad, als ik hem toch niet had, jongens. Dankjewel man, dankjewel. Oké. Ik denk dat we af gaan sluiten met een lied. Ik heb daar straks al een verhaal van hem voorgelezen. Van Toon Hermans. Nu zou ik af willen sluiten met een lied van Toon. En dat lied heet Lieverd. Ik was een schucht. Naïeve van de liefde wist ik niets. En opeens riep zij dag lieve en sprong achter op mijn fiets. En we reden naar de zee. En haar haren waren blond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Fietste naar een rustig plekje met dat indrukwekkend kind. Naar een afgelegen stekje, net een beetje uit de wind. En toen zei ze weer iets liefs, wat ik niet helemaal verstond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Ze droeg een vrolijk strooien hoedje, hoe ze daar zo naast me zat. En ik dacht, dat kind, dat doet je. Ik dacht, dat kind, dat doet je wat. Ik had het nauwelijks gedaan. Of ze kuste me op mijn mond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Ik was niet bepaald een echte vlotte. Ik had het warm en ik had het koud. Ik weet nog.
dat ik heb gestotterd. Wat zijn dan zeden, zoenen, zaad? En ik hoor haar lieve lach, nog volop schallen in het rond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi, dat iemand mij een lieve heel stil naar haar geluisterd, de lieve dingen die ze zei. Toen heeft de zee me ingefluisterd, kom nog een beetje dichterbij. Oh, bij. En toen hebben we gevrijd, tot de maan te schijnen stond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi, dat ik haar een echte lieverd vond. Lievert van Toon Hermans, met extra schoonheidsfoutjes van Leon de Waal. Oké, dames en heren, dat was hem voor deze week. Ik hoop dat u het een beetje leuk vond. Ik wel. Ik hoop jullie volgende week weer te zien. Mocht je het nou leuk vinden, stuur even een likeje. Ja? En mocht je er nou geen klap aan vinden, dan hoop ik dat je het volgende week leuker vindt. Oké, mensen, maak er een goede week van. Geniet ervan. Voor zover dat gaat, plant je boom. Kijk er elke dag naar. En geniet van het mooie weer op je balkon of in je tuintje of achter je raam. Heb nog een fijne week. Doei!